jaar 2009, het jongerenjaar. Hier in Rotterdam was dat ook afgetekend als Rotterdam, stad van Rotterdam. En ook hier dan dus van Europa. Naast mij de wethouder Rick Grashof. En ik wil hem graag vragen om een terugblik te geven van het jongerenjaar van afgelopen jaar. Waarom Rotterdam dan als Europese hoofdstad was gekenmerkt voor de jongeren. En wat dan in ieder geval het doel is om hier in Rotterdam de identiteit van de jongeren na te streven. Jongerenhoofdstad was bedoeld om jongeren centraal te stellen een jaar lang. En dat betekent dat we zeggen, we willen jongeren op een andere manier in beeld krijgen. We willen werken aan het imago van jongeren, we willen jongeren meer kansen bieden, maar we willen ook de samenleving, de hele samenleving, de gelegenheid geven om eens een beetje van zijn vooroordelen tegen jongeren af te komen en op een andere manier tegen jongeren aan te gaan kijken. Dat hebben we gedaan en dat is grotendeels gelukt. Daar zit altijd, er is tussen een 1 en een 10, als ik een rapportcijfer moest geven, zit nog een heleboel tussen. Ik denk dat we hartstikke leuke dingen hebben gedaan met elkaar, hele interessante dingen. Ja, en dit project natuurlijk met dat Book Your Identity, dat is één van de projecten van Jongerenhoofdstad. Het is één van de projecten waarin we bezig zijn geweest met jongeren, maar ook voor jongeren en door jongeren. En dat betreft is dit project een heel mooi voorbeeld van het soort dingen die we wilden in Rotterdam, Europese jongerenhoofdstad. En dat zijn dus dingen die gewoon goed gelukt zijn. We hebben ook een trend gezet. Na dit jaar intussen 2010 zijn we intussen, is Turijn Europese jongerenhoofdstad. Het jaar daarop, 2011, wordt dat Antwerpen. En wij verwachten dat ze daarna in de rij staan. Jongerenhoofdstad is een hartstikke mooie moment, hartstikke mooie gelegenheid om jongeren centraal te stellen in je hele stad. En wat daarnaast het doel was, is dat we nu ook door willen met jongerenparticipatie veel centraler te stellen in het beleid. We gaan dus ook door met heel veel dingen. De jongerenbijdrageregeling gaat door. Your Space blijft open. Create Your World projecten gaan we doorzetten. We willen veel meer structureel, continu jongeren betrekken bij de stad. De panels in de stad, in de deelgemeente, BMW Next, noem maar op. Jongeren doen ertoe in Rotterdam, dat willen we. Hebt u ook kunnen bemerken dat jongeren zelf bezig zijn met het zoeken naar de identiteit? U had ook geciteerd van prinses Maxima. Maxima gaf aan, de identiteit bestaat niet. Hebben de jongeren hier in Rotterdam dat ook kunnen aangeven? Jongeren zijn altijd op zoek naar hun identiteit. Dat is niet alleen van nu, dat is van alle tijden en alle plaatsen. Dat is logisch, dat is een proces waarvan Henk Oosterling zegt, dat heette vroeger gewoon leren of je ontwikkelen. Maar het is volstrekt logisch dat je zoekt naar je identiteit. Maar wat bijzonder is als je gaat ontdekken dat identiteit niet statisch is, dat het zich ontwikkelt, dat het ook van plek tot plek kan verschillen en dat het heel veel vormen kan aannemen. En dat je ergens thuis voelen, ergens bij willen horen, ook kan veranderen in de tijd. Dat je bij meer verschillende groepen kan horen. En ook dat het dus mogelijk is om dwars door achtergronden en afkomst heen vriendenkringen op te bouwen. En dat dat niet betekent dat je ineens geen identiteit meer hebt. Dat je ook twee identiteiten kan hebben. Een identiteit die je eigen afkomst is, maar ook een identiteit die iets zegt over je muzieksmaak. Een identiteit die iets zegt over je werk en je beroepsomgeving. Nou, dat zijn dingen die horen erbij. En in dat opzicht vind ik het dus een belangrijk project, omdat jongeren hier gewoon zelf aan het woord komen en daar zelf ook over gaan nadenken en weer dingen ontdekken. Als ik u goed begrijp en concreet mag zeggen, u zegt wel dus dat de identiteit, en zeker voor de Rotterdammer, er een identiteit is. De identiteit van een persoon bestaat niet, maar wij zijn alle wel op zoek naar identiteit. En een van die dingen die ons bindt, en dat is dus een zachtere vorm van identiteit, een van de dingen die ons bindt, en wat uit alle onderzoeken ook blijkt, is dat wij Rotterdammer zijn en dat we ons allemaal even sterk Rotterdammer voelen, ongeacht afkomst. Ongeacht of je het hebt over mensen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond. Die mensen hier in Rotterdam voelen zich allemaal heel sterk Rotterdammer. Dat bindt ons. We houden allemaal van die Erasmusbrug. We willen allemaal dat Feyenoord wint. Dat zijn de dingen die ons bindt. We zijn allemaal, hebben een gevoel dat we een beetje bij die stad horen. En dat stadsburgerschap, dat is in elk geval iets van identiteit. Ik durf geen harde definitie daarvan te geven, want het zal ook wel weer veranderen. Stadsburgerschap, het Rotterdammer voelen, is wel degelijk iets van identiteit. We zijn ook beland in de tijd van de politiek. Er zullen verkiezingen komen. Kunt u dan ook iets zeggen dat nu pas veel politieke partijen zich gaan beroepen op een bepaalde doelgroepen, ook de jongeren, om zich in ieder geval politiek te binden?
Ik denk dat er is in identiteit, je hebt ook een politieke identiteit. Die heb je ook zelf. Heel veel jongeren, maar ook heel veel volwassenen zijn zich daar weinig van bewust. Maar die politieke identiteit die heeft iets te maken met wat je algemene kijk op de samenleving is. En daar zijn politieke partijen van. Die hebben een maatschappijbeeld. Jij hebt ook een maatschappijbeeld. En je kunt gaan kijken waar je dan meer en minder thuis voelt. Ik denk, en dat is in elk geval mij een overtuiging, met mijn politieke achtergrond, met mijn politieke partij, dat ik heel erg sterk ervoor ben dat mensen kansen moeten krijgen. Dus talentontwikkeling, en dat is heel erg belangrijk voor jongeren, talentontwikkeling, kans krijgen om je te ontwikkelen. Dat staat centraal in het gedachtegoed van GroenLinks. Dat is waarom ik denk dat GroenLinks ook een partij kan zijn die inspirerend is voor jongeren. Maar ze moeten het zelf uitmaken en als ze zich door anderen laten inspireren is dat even goed. Het is belangrijk dat ze er ook mee bezig zijn. Het is belangrijk dat je bezig bent met politiek. Goed, maar is het ook zo dat er een speciale wethouder dient te komen, speciaal voor de jongeren? Is dat zeer cruciaal? Is dat een moment ook vanaf of en vanuit uw politieke achtergrond? Laat ik zeggen, ik zou graag die wethouder zijn. Echt waar, ik vind het hartstikke leuk dat jongeren zeggen in deze stad, niet dat iemand het ze gevraagd heeft, maar ze hebben het zelf bedacht. Ze zijn gaan zeggen, wij vinden dat er een wethouder specifiek voor jongeren zou moeten zijn. En dan denk ik, als die vraag er is, als we nou als politiek iets kunnen doen, zeg gewoon ja op die vraag en regel dat. Dat kan gewoon. Wij kunnen gewoon in dat college een wethouder aanwijzen die zeggen, deze is specifiek belast, ook met jongerenparticipatie, is specifiek degene die zich moet zorgen maken, die contact moet onderhouden met jongeren, die zich met jongeren en jongerenorganisaties, die zich zorgen mag en moet maken over participatie van jongeren in Rotterdam. Dus dat betekent het moment en de zaken over jongeren is niet eindig. Hier zien wij misschien onze toekomstige minister van de jongeren. Zou ik fantastisch vinden. Ik vind het nog belangrijker dat het lokaal gebeurt. Want lokaal is veel meer de plek waar mensen zich echt aan binden. Dat is echt de plek dicht bij huis waar je iemand gewoon in de straat tegen kan komen en gewoon ook met die wethouder een borreltje kan drinken en met hem in discussie kan gaan. En dat is op landelijk niveau nog even iets anders. En dan krijg je landelijk een beetje zoiets als minister voor jeugd en gezin. Nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Tot slot, meneer Gashoff, neemt u en of neemt de politiek de jongeren wel serieus? Ik vind dat de politiek in Rotterdam die jongeren heel serieus heeft genomen de afgelopen tijd. Dat we goede besluiten hebben genomen over jongerenparticipatie, ook in een tijd van bezuiniging. Daar hebben we weer geld voor. Ik vind dat het nieuwe college wat nu gemaakt wordt, dat moet voortzetten. Maar of dat gebeurt, dat kan ik niet vertellen. Want ik zit er niet bij, laat ik maar heel eerlijk mee zijn. Het gaat nu aan nieuwe mensen, het is aan een nieuw college en een nieuwe coalitie om waar te maken dat Rotterdam echt gaat voor jongeren. En eerst zien en dan geloven. Ik dank u zeer. De wethouder Rick Gashoff.